SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Vandaag, zaterdag 16 maart, ontvangt SV Urk Hercules. De ploeg uit Utrecht staat met 35 punten op de 8e plaats. Urk met slechts 1 puntje minder op de 10e. SV Urk wil een goed vervolg geven aan de prima resultaten in de laatste wedstrijden tegen met name de beide koplopers Volendam en Genemuiden. En dat tegen een tegenstander die eigenlijk de bekersensatie was afgelopen in dit seizoen. Want zij wisten Ajax aan de kant te schuiven in de tweede ronde en Ajax te verslaan met 3-2. En in de volgende ronde slechts uitgeschakeld te worden door Cambuur in de verlenging. Dan krijgen we onze pupil van de week, Jelbert Loosman. Passeert daar 1 verdediger, passeert daar 2 verdedigers. En passeert dan uiteindelijk de doelman Vonk op een prima manier. En is het in ieder geval het eerste doelpunt gescoord door onze pupil van de week, Jelbert Loosman. De aftrap van SV Urk, dat vrij hoge druk zet aan het begin van de wedstrijd op die verdediging van Hercules met Janno van Essen. Zijn paasje dat nu even niet aankomt. En is het doelman Pronk die dan het vervolg kan geven met de corner van de rechterkant. Via Rico Nentjes is het Lucas Tol met zijn inzet. Maar die bal gaat net over het doel en na 3 minuten blijft het gewoon 0-0. Maar het was Urk dat hoge druk probeerde te zetten hier door middel van Lucas Schraal. En is het de verdediging Pronk die in de moeilijkheden komt. En is het Tim Ras die vandaag een basisplaats had omdat zijn broer Jan geblesseerd was en niet inzetbaar was. Tim speelde verder een prima wedstrijd op het middenveld. En het was Urk dat zeker het eerste half uur druk bleef uitvoeren op die verdediging van Hercules. Hier Janno van Esse die alles en iedereen passeert met uitzondering van die ene verdediger bij Hercules. En dat is Michel Zwart die op de doellijn redding weet te brengen. Maar op datzelfde moment heeft Lucas Graal zich verstapt en hij is dusdanig geblesseerd aan zijn kuit dat hij in ieder geval het veld moet verlaten. En Fokko Willem Hoekstra gaat hem dadelijk vervangen. En dat zo vroeg in de wedstrijd je topscorer moet wisselen tegen een tegenstander zoals Hercules, dat is natuurlijk een heel gevoelig verlies. En dat ziet ook trainer Peter Wesselink. Hoekstra komt het veld in en dan na 26 minuten is het uitverdedigen van Hercules. Maar die hoge druk van Urk blijft gevoerd en dan is het uiteindelijk een overtreding die daar op Rikkeld Nentjes plaatsvindt. Daar komt die overtreding. En dan komt er een vrije trap waarbij de specialist iedereen achter de bal. En hij legt die bal keurig in die korte hoek. Maar er is het doelman Pronk die met een save ten koste van een hoekschop redding weet te brengen. En dan is het, blijft het ook na ruim een half uur spelen gewoon 0-0. Dan komt de enige mogelijkheid in heel die eerste helft van Tim Pieters. Tim Pieters alleen voor doelman Strijker. Maar wat Tim Pieters tegen Ajax wel lukte 2 keer te scoren, lukte hem niet tegen Urk op dit moment. Want het is Strijker die op een prima manier hem van scoren weet af te houden. En de kosten van een hoekschop is het uiteindelijk Hercules dat de aanval over kan nemen. Maar die leverde helemaal geen gevaar op. En dan is het hier dan komt de slijding van Benny Dunning waarbij hij hens maakt. En protesteren levert hem uiteindelijk toch de gele kaart op. En dat ter grote onvrede van trainer Peter Wesselink. En zo naderen we langzamerhand de rust waarbij 1 mogelijkheid dus voor Hercules en meerdere mogelijkheden en kansen voor SV Urk. Een beter voetband SV Urk, maar toch blijft de ruststand 0-0. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. En in de tweede helft was het Hercules dat, zoals dat zo mooi heet in voetbalterm, uit een heel ander vaatje tapte. Want van begin af aan zetten ze die verdediging van SV Urk constant onder druk. En Urk had er heel veel moeite mee.
Waarbij hier de aanval aan de rechterkant, een mooie voorzet van de buitenkant. Waarbij de voorzet die net gemist werd, maar Urk bleef onder druk staan. En dat leverde corner op, waarbij Richard Strijker iedere keer weer op een goede plaats stond. Zoals bij deze voorzet. En weer bij die korte hoek is hij weer degene die Urk van een achterstand weet te behouden. En is het Strijker die even de tijd neemt, want hij weet, we staan op dit moment onder druk. En we moeten snel weer proberen om de wedstrijd weer in handen te krijgen. Lucas Stol naar de buitenkant. Lubbert Post op Johannes Schrijver. Johannes Schrijver, Benny Dunning uiteindelijk. En dan wordt het toch maar een paasje terug op doelman Strijker. Om eventjes het tempo bij Hercules te breken. Rico Nentjes die de bal net weet binnen te houden, maar geen balbezit. En dan uiteindelijk toch balbezit op een goeie manier. Maar dan is het een inworp voor SV Urk, voor de bank van de Urkers. Trainer René van der Kooi die kijkt tot ongenoegen dat het nog steeds 0-0 is. En dat doet hij terwijl Lucas Stol behandeld wordt aan een blessure. Maar gelukkig, hij kon verder spelen. Want het missen van Lucas Graal als snelle spits was al een gevoelig verlies. Dan komt een hoekschop van Larry. Larry daar richting tweede paal. Dan is het Jano van Essen. Die staat en haalt de bal weg van de doellijn met zijn knie. En volgens de assistent scheidsrechter, de assistent van de grens, de scheidsrechter Verhoeven. En is het de assistent die beslist dat deze bal over de doellijn is geweest. En dat is tot ongenoegen van alles en iedereen die Urk een goed hart toedraagt. En het is eigenlijk ook bijna onmogelijk dat deze bal over de doellijn is geweest. En dat de assistent scheidsrechter dat aan die afstand heeft kunnen zien. Maar toch is de beslissing die staat. En scheidsrechter Verhoeven neemt alles over. Want zijn assistent zegt doelpunt is doelpunt. En is het 1-0. Is het opjagen van Urk. Is het de kans van Janne van Essen. Janne van Essen legt die bal op een hele mooie manier terug op Rikeld Nentjes. En hij maakt er in bijna dezelfde minuut, in de 63e minuut, 1-1 van. En zat Urk weer op gelijke hoogte. En dat was ook uiteindelijk misschien wel een verdiend. Want dat eerste doelpunt van Hercules, daar worden grote vraagtekens bij gezet. Maar hij telde wel en zo blijft het 1-1. Wordt het 1-1 in ieder geval. En de wissels bij Urk is het Andreas Gnodde komt in het veld, ook Lucas Nagel. En zij proberen om die aanvallende krachten iets omhoog te brengen. Om toch nog te kijken of ze misschien meer dan een gelijkspel uit het vuur kunnen slepen. Lucas Nagel spelend onder rug nummer 6. En Andreas Gnodde onder. Dan naderen we een beetje het einde van de wedstrijd. Waarbij een aanval over de rechterkant is. Dus Ieder Nentjes die wordt daar wel of niet gevloerd volgens de scheidsrechter. Zij zegt de Verhoeven niet en is het Hercules dat de aanval overneemt naar de buitenkant. Is het Pieters. Pieters probeert die bal daarvoor te leggen. En is het opnieuw een hoekschop? Nee, Benny Dunning weet op het juiste moment te redden ten opzichte van een inworp. En is het geen hoekschop, want dat was toch een beetje het gevaar waar men bang voor was. Uiteindelijk de uitbraak van Lucas Stol. Lucas Stol op de breedte. Maar hij mist daar net de zuiverheid om Andreas Gnodde te bereiken. Opnieuw Lucas Stol op de randje 16 meterlijn. Randje 16 meterlijn, een balletje terug. Een van de betere spelers vanmiddag, Rikeld Nentjes. Waarbij Lucas Stol daar net wat balverlies heeft. En ook Johannes Schrijver kan die paas naar die buitenkant niet onderscheppen. En dan is het Pieters die die bal richting die buitenkant speelt. En dan is het een heel gevaarlijk moment, maar uiteindelijk Richard Strijker van geluk mag spreken. Want hij gleed uit, maar die bal gaat naast het doel. Is het Lucas Stol, een korte hoekschop. Korte hoekschop met Ieder Nentjes. En is het Lucas Stol. Nog een keer een combinatie met Ieder Nentjes. Ieder Nentjes een paasje, een mooi steekpaasje binnendoor op Lucas Stol. En met een mooi geslepen voorzetje of afstandsschotje. Was die probeert niet daar de verre hoek te bereiken. Maar de bal gaat net over het doel. Jammer, want dat was de mogelijkheid geweest voor Urk om op voorsprong te komen. Hercules dat probeert toch het hogere tempo te handhaven. En hier doen ze dat door middel van de Osama Larry. De man die dat eerste doelpunt, dat discutabele eerste doelpunt maakte vanuit die hoekschop. En dan naderen we langzamerhand echt de einde van de wedstrijd. Waarbij
Hercules nog die druk probeert te verhogen op die verdediging van SV Urk. Afstandsschot, maar die bal gaat naast. En dan is het geblokt, het wordt naar de buitenkant gespeeld. En dan komt hij richting 16 meter lijn en een overtreding van Rikkelt Nentjes. En dan het overleg van de middag misschien wel. Scheidsrechter Verhoeven vraagt naar zijn assistent. Want was het de penalty, was het binnen de 16 meter of was het er buiten? In eerste instantie besliste Verhoeven dat er helemaal geen overtreding was begaan. Maar zijn assistent zei wel een overtreding, maar dan buiten de 16 meter lijn. En dan zitten we intussen in de extra tijd en er komt een vrije trap. En in de slow motion is inderdaad te zien dat de overtreding buiten de 16 meter is. En dan komt die vrije trap op het randje van de 16 en alles en iedereen terug. Waarbij uiteindelijk die bal teruggelegd wordt. En jawel hoor, dan is het Paulina die in de extra tijd Hercules op een 2-1 voorsprong zet. En zo gaat Urk deze wedstrijd heel zuur verliezen met 2 discutabele doelpunten. In ieder geval het eerste. En die tweede, die vrije trap, was het een overtreding of niet? Volgens de assistent scheidsrechter wel. En zodoende verliest Urk deze toch hele cruciale wedstrijd met 2-1 van Hercules uit Utrecht. En dan gaan we nu luisteren naar de analyse van de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff Achting en No Milk Today. René van der Kooi. René, zeg jij het maar. Wat wil je weten? Nou, als je kijkt naar heel de wedstrijd. Mijn eerste vraag is eigenlijk, wat heb je in de rust gezegd? Dat we de slechtste eerste 30 minuten hebben gespeeld van het seizoen. Dat we helemaal niets te vertellen hebben gehad aan de bal. En dat het dan goed is dat je als ploeg toch nog op 0-0 staat. Dus dat je het wel redelijk volwassen hebt gedaan. Maar ik vond het een van de meest slechte eerste 45 minuten die we ooit hebben gespeeld. En toen heb ik wat dingetjes veranderd. En toen vond ik eerlijk gezegd de tweede helft dat we het helemaal hebben kunnen omdraaien. Dus dat was ik wel heel trots op. Maar het was vreselijk in de eerste helft. Dat kan iedereen beamen, want jullie zijn eigenlijk niet gevaarlijk geweest op de helft van Urk. Dan komt die tweede helft. Dan beginnen die eerste 5 minuten met een hele hoge druk. En zet je die verdediging van Urk meteen direct onder druk. Nee, je zou zo overtreden kunnen worden. Ja, klopt. Nee, zeker. Dus we hebben inderdaad meer druk gezet. Maar het was vooral denk ik het verschil in dat we vanuit onze, als we de keeper van ons de bal hadden, dat we de vrije man steeds konden vinden. We konden eigenlijk, kon Urk geen druk op ons krijgen. Dat hebben we gedaan omdat we hebben aan de rechterkant iemand wat hoger weggezet. En toen konden we wat makkelijker voetballen. Dus ik was daar tevreden over. En dan is het een cadeautje natuurlijk, die 1-0. Dat is fijn. Dat cadeautje, wat was een cadeautje? Ik heb net uitvoerig met jullie keeper gesproken. Die is ervan overtuigd dat hij die zat. Dus dan, ik weet niet of het zo is. Wij staan natuurlijk allemaal heel ver weg. Ik vond het wel makkelijk 1-0. En dan uiteindelijk dan komt Urk bijna in dezelfde minuut, zou ik haast zeggen, op 1-1. Ja, dan is de wedstrijd die uitloopt op een gelijkspel. En dat zou terecht geweest zijn. Uiteindelijk dan toch dat tweede doelpunt. Ja, een beslissing van de scheidsrechter waar een heleboel op aan te merken zou kunnen zijn. Zeg jij het eens? Nou, laten we beginnen bij het feit dat ik het voor het eerst... Ik vind trouwens, kijk altijd naar je stukjes. Ik ben het niet met je eens dat het terecht gelijkspel was. Ik vind dat wij de tweede helft echt wel voor de overwinning zijn gegaan. En ik vind het inderdaad lullig dat het op deze manier... Moet. Ik moet wel zeggen, ik vond het een 100% overtreding. En dan is de vraag, is hij er binnen of er buiten? Nou ja, goed, toen zei je er buiten. Ik heb de beelden niet teruggekeken, dus geen idee. Maar ik vind wel dat wij wel aanspraak hebben gemaakt de hele tweede helft op meer goals. Dat vind ik wel. En dat had Urk natuurlijk in de eerste helft. Dus vandaar dat ik zeg, over heel de wedstrijd gezien, was het misschien een gelijkspel terecht geweest. Ja, dan tot slot een vraagje. Heeft Urk het jullie moeilijker gemaakt dan Ajax? mooie vraag. Ja, nou ja, misschien wel. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk met Ajax hebben we het ook niet zo makkelijk gehad. Ik bedoel, maar het is inderdaad, het is denk ik appels en peren vergelijken. Met Ajax hebben we onszelf, zijn we bewust helemaal niet over de middenlijn geweest. En hier willen we heel graag het spel maken. Dat hebben we de eerste helft natuurlijk niet goed gedaan. Maar ik heb vorige keer ook al gezegd tegen jullie, de eerste helft, wij hebben de eerste wedstrijd met 5-1 gewonnen. En wij werden het eerste half uur door jullie echt helemaal weggespeeld. Ik vind dat jullie gewoon een hele goede ploeg hebben en ik vind dat je op dat vlak kan je gewoon zeggen dat wij gewoon heel blij zijn met zo'n overwinning als deze. Hoor. Want het is, ik vind het een van de beter voetballende ploegen eerlijk gezegd. Dat
In ieder geval een compliment voor de ploeg van Peter Wesseling. We gaan naar zijn reactie vragen. René, dankjewel voor jouw antwoorden. Graag gedaan. Ja, Peter, complimenten krijgen van de trainer van de tegenstander. En dan toch, ja, ik noem het een hele zure nederlaag. Hoe zuur was die voor jou? Ja, dat is 10 keer van de 10 keer het geval. Als je complimenten krijgt van de tegenstander, dat je niet zoveel punten haalt. Maar ja, uiteindelijk eerste helft prima. Zonder Jan Ras, is toch een belangrijke speler voor ons. Maar ja, het stond eigenlijk hartstikke goed. Tim goed ingevuld op middenveld. Konden steeds goed de vrije mensen vinden. Ja, uitstekend. Eén grote kans die we weggeven op, net voor rust. Balverlies. Ja, Lubbert die wat hoger staat. Ja, 1-1 met Richard die ons goed in de wedstrijd houdt. Ja, en dan in die eerste helft ook nog een hele grote mogelijkheid. Na wat gestuntel in de achterhoede van Hercules met Jarno van Essen. Dat die bal die net van het doellijn gehaald wordt. Met andere woorden, toen ook wat mogelijkheden. Maar vooral de manier van voetballen. Dat was compact spelen en heel veel balbezit. Ja, ik hoor René zeggen, slechtste wedstrijd of eerste helft van ons dit seizoen. Ja, daar hoort ook altijd een tegenstander bij natuurlijk. Hè. Dat ligt ook aan ons, omdat ik vond dat wij aan de bal juist heel goed waren. Ja, in de tweede helft was het eigenlijk andersom. Ja. En dan krijg je 2 van deze doelpunten tegen met ja, die namen, die laatste dan ook nog een keer in de extra tijd. Ja, dat is dan wel een heel hard gelachen. Ja. Nou ja, ik loop al een tijdje mee en ik heb geleerd om uiteindelijk 2 goals. Ja, je kunt er van alles voor zeggen, maar dat heeft allemaal helemaal geen zin meer. Dus daar ben ik ook echt mee gestopt. Hoe zuur het ook is, het is zoals het is. We gaan het niet meer terugdraaien. Dat is op naar volgende week in ieder geval. En de complimenten van de tegenstander krijgen is een compliment. Alleen ja, het levert geen punten op. En dat is dan iets wat weggelegd is voor de komende weken. Dankjewel Peter en succes volgende week.